De overheidssalarissen over de maand juli zijn nog niet veilig gesteld. Dit geldt ook voor de uitbetaling van de vakantiegelden aan het einde van deze maand. President Chandrika Prasad Santokhi gaf in een toespraak tot het personeel van het kabinet van de president aan dat dit de eerste grote uitdaging is voor de regering. De crisis is heel ernstig als u dat nog niet weet. Vandaag gaan we nog praten om te kijken hoe het staat met de salarissen voor de maand juli. Zo ernstig de crisis. Met vakbonden als het moet gaan we ook praten. Om medewerkers. Met ieder gaan we praten. Maar uiteindelijk, geleidelijk aan, en als het kan, over 3 maanden, dat we al ademruimte krijgen en 6 maanden beginnen te stabiliseren en 9 maanden de fase we gaan bereiken van volledige stabilisatie. Aan de andere kant vroeg president Santokhi de volle inzet van het personeel van het kabinet van de president om Suriname uit de crisis te halen. Er zal effectief beleid moeten worden uitgevoerd om geleidelijk aan uit de crisis te komen. Echter verwacht ik, net zoals ik dat gisteren en eerstgisteren gezegd heb aan mijn ministersteam, 2 dagen lang in retreat, Hotel Marriott, dat ik van hun verwacht dat ze tenminste 8 uur van die 24 uren ter beschikking moeten stellen van het land. En dat ze 24 uur ter beschikking moeten zijn van de president. Mijn lat is hoog. En ik ga niet van jullie vragen dat je ook die lat moet bespringen wat ik bespring. Maar probeer toch je best te doen om dat te evenaren. Ja, ik lever meer dan 18 uur per dag van de 24 uren aan het volk. Ik ga dat van je eisen. Maar probeer dat aantal uren waarvoor je betaald wordt om het land te dienen, om het volk te dienen, dat ook goed te doen. Gewoon je best te doen. Alleen als je best doet en werkt, draag je bij aan wederopbouw. Op het kabinet dient iedereen op de hoogte te zijn van de ingeslagen weg, deelde het staatshoofd mee. Om iedereen op één lijn te krijgen is het regerenteam afgelopen zondag bijeen geweest in de Courtyard by Marriott Hotel, waar er een teambuilding is gedaan om de ingestelde doelen te bereiken. Voor president Santokhi is het belangrijk dat elke Surinamer wordt betrokken bij de ontwikkeling van het land. En er komt op het kabinet van de president een unit, nieuwe unit, zal heten unit beleidscoördinatie en beleidsmonitoring. Met een sterke staf waar heel beleid in een matrix op een tijdlijn afgezet met verschillende inspanningen vanaf de president, minister tot de verschillende departementen aangegeven zal worden. En dat gaan we elke dag volgen. En we gaan direct zien waar een performance is en waar een non-performance is. En dan gaan we kijken wat er aan de hand is daar. Misschien moet er daar capaciteitsversterking plaatsvinden. Misschien moeten we andere dingen daar doen. Maar we hebben het volk beloofd om het land uit de crisis te halen.